Het nieuwe schooljaar gaat van start met alle voorzorg en vertrouwen. Dit zei onderwijsminister Marie Leevens gisteravond tijdens de gebruikelijke tv-toespraak voor de start van het nieuwe schooljaar. Hoewel dit schooljaar anders zal zijn en van start gaat met een aantal COVID-voorzorgsmaatregelen, gelooft de bewindsvrouwen dat het een succes kan worden. De leerkrachten zijn volgens haar goed voorbereid op dit nieuwe traject. Ze zullen samen met de leerlingen en studenten ervoor zorgen dat dit schooljaar een succes wordt, zegt minister Leevens. Succes betekent dat we niet zullen stoppen met leren als we moeilijkheden tegenkomen. Succes betekent ook dat we onze vrienden en collega's in Apura niet in de steek laten. Kun je je dat voorstellen? Het hele Apura-gebied is afgesloten. De kinderen mogen daar nog niet naar school. Daar zijn mensen besmet met het virus. Net zoals enkele maanden geleden in Marowijne. De leerlingen en studenten in Marowijne mochten ook niet naar school toen de kinderen in de stad en de andere districten al naar school mochten om hun examens te doen. Wij moeten leren van Apura en van Marowijne. Wij mogen morgen wel naar school, maar heel voorzichtig. Echt heel voorzichtig. Handen wassen, mondkap op. Want als je nu voorzichtig bent, hoeven we straks helemaal geen mondkap meer op. Leevens benadrukt dat in dit nieuwe schooljaar maar 10 leerlingen in een lokaal van 7 bij 7 meter zullen zitten en dat zij niet elke dag naar school hoeven. De minister zegt dat de leerlingen de hulp zullen krijgen van de leerkrachten om ook thuis te studeren. Vertrouw je docent, vertrouw je juffrouw en vertrouw je meester, zoals je dat altijd al gedaan hebt. En weet je wat? Vraag alles dat je niet goed begrijpt. Dat gaan we vooral de hele eerste week doen. Vragen aan elkaar hoe het precies moet. Wij hier op het ministerie hebben echt ook niet overal antwoord op. Maar samen gaan we de wereld in van het andere normaal. We gaan samen iets nieuws bouwen dat nog niet bestaat. Soms zullen we de radio gebruiken om te leren. En soms de televisie. En soms het nieuwe gedrukte huiswerk. En soms zitten we in de klas. En soms zitten we achter onze computer of laptop. En soms gebruiken we onze smartphone. Minister Marie Leevens van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur in een tv-toespraak in verband met het start van het nieuwe schooljaar.